Dit is de vijfde episode van Creative Sessions, een webepisode-series van Pauper. We zijn vandaag in Amsterdam bij Second Culture, waar we DJ's, artiesten en kunstenaars uitnodigen. Welkom bij de vijfde episode van Creative Sessions. We zijn vandaag met Merum. Ze is een multidisciplinaire artiest met verschillende kwaliteiten op het gebied van zang, tekenen, schrijven en poëzie. Ze werd geboekt op verschillende podia en festivals zoals Zwarte Cross, Roots Festival, 013 Tilburg en Luxor Live in Arnhem. Ze trad ook op in het buitenland, in steden als Berlijn en Londen. Daarnaast trad ze op bij de aftershow van Mos Def in Paradiso Amsterdam. Hi! Hi! Leuk dat je er bent. Welkom! Yes. Hoe gaat het met je? Ja, gaat goed. Hoe overleef jij deze coronatijd? Veel creatief bezig geweest. Ja. Ook wel naar het bos gegaan en zo. Ik heb wel veel documentaires gekeken en zo. En veel geschilderd, met video's bezig. Ja, ik heb gelezen dat je heel veel verschillende dingen doet. Ja. Wat vind je het leukst om te doen? Het verschilt heel erg met mijn mood eigenlijk. Soms ben ik meer bezig met beats maken, soms meer met schrijven. Nu ook DJ oefenen. Leuk. Ja, dus ja, het verschilt gewoon heel erg. En hoe ben jij dan begonnen? Waar komt jouw liefde voor muziek vandaan? Ik luisterde altijd wel naar hiphop. Ik was altijd wel heel erg met muziek bezig. En gewoon digging into old music en zo. Dus toen ik dacht, wat ga ik doen? Wat ga ik studeren? Maar ja, I wanna study hiphop. Dus, nice. Ja. Yeah. En vanuit daar is alles een beetje gefloat en zo. Zijn er ook bepaalde artiesten die jou dan heel erg hebben geïnspireerd toen je kind was? Ja, begon wel bij Tupac, dat was mijn eerste cd. En Destiny's Child. En vanuit daar heel veel meer underground. En hoe zou je je eigen muziekstijl omschrijven? Het is best wel experimenteel. Het is sowieso wel een goede reflectie van hoe ik ben. Mm-hmm. En wat ik heb geluisterd in mijn leven. Veel Caribische invloeden, Zuid-Amerikaanse invloeden. En tegelijkertijd wat nieuwere hip-hop of R&B en boom bap en van alles eigenlijk. Hard. I like to mix different sounds en zo. Ik zou heel graag internationaal willen zijn en de wereld zien. En als dat met muziek en kunst kan, dan is dat wel... Wat staat er dan hoog aan jouw lijstje waar je nog naartoe zou willen gaan? Naar Zuid-Amerika. Ja, en waarom? Ik kom zelf uit Venezuela, zo het trekt me wel heel erg. En ja, I really wanna go there. Nice. Ja. En wat zijn een van je favoriete gigs die je zeg maar hebt gedaan? Sowieso die aftershow voor Mos Def, dat was echt crazy. Want ik heb altijd naar Mos Def geluisterd, naar Urban Thermodynamics. En ja, dat was gewoon crazy. Wat mocht je daar precies doen, zeg maar? Ik mocht een aftershow doen na zijn optreden in Paradiso. En ja, er kwamen echt super veel mensen en het was like a dream, I don't know. En ook vorig jaar in Rotterdam was ook heel nice met een hele grote band. Speel je zelf ook nog instrumenten? Ja, I try als ik in de studio ben om keys te spelen. En op mijn vorige EP, The Human Experience, heb ik ook bas ingespeeld. Okay, nice. En leer dat jezelf aan of leer je dat van iemand? I just try it, gewoon uit gehoor. Yeah. En soms kijk ik wel YouTube dingen. En als ik met iemand ben die gitaar kan spelen of iets, dan vraag ik het meestal. Ja, dus je bent echt een persoon die zeg maar dingen zelf wilt ontdekken. En kijken hoe je daar je eigen creativiteit in kwijt kan. Yes. Top. Ik ben nog wel heel erg aan het experimenteren, ook live, wat ik precies wil gaan doen. Want je hebt ook dingen gedaan in het buitenland. Wat heb je in het buitenland allemaal gedaan? Ik heb in Berlijn opgetreden en ook in Londen twee keer. Daar heb ik één keer met DJ opgetreden en één keer zelf gedJ'd. Een duizend poot, zeg maar. Ja, ik ben wel veel geïnspireerd door mensen om me heen. En ik vind het leuk om gesprekken te hebben, filosoferen over dingen. En ik haal ook wel inspiratie uit andere artiesten, maar ik weet niet. Ik probeer het altijd niet te forceren. En
gewoon go with the flow. Ja, en het is ook best wel een mind thing. Want als je begint met iets, dan denk je vaak van, oh, dan heb je al die doubts van, is het wel goed? Of waar gaat het naartoe? Of dit en dat. Maar in dat proces laat je het toch weer iedere keer een soort van los. En als we het dan zeg maar hebben over jouw kledingstijl, hoe zou je je kledingstijl dan omschrijven? Wat was voor jou back in the days echt het merk? Ja, back in the days was ik wel erg into babe. Mm-hmm. Maar nu, ik heb nog wel een paar dingen, maar ik draag ze niet per se heel vaak. Ja, je stijl verandert natuurlijk ook om de zoveel jaar. Maar ik ben altijd wel gewoon thrift shopper geweest. Ja, second hand. Ik vind het wel nice om gewoon iets nieuw leven te hebben. Ja, en ook wat niet per se heel veel mensen hebben ofzo. En wat zijn dan momenteel jouw favoriete merk of favoriete winkels waar je het liefst naartoe gaat? Is dat echt gewoon random kledingwinkels? Ja, random. Meestal bij Waterloopplein vind ik wel nice dingen. Maar ik heb wel heel lang niet meer echt iets gekocht eigenlijk. Nee. Iets nieuws. Ik vind het ook leuk om het gewoon zelf te customizen en zo. Ja. Zo. Nice. Ik vind het wel nice om kleur te hebben, maar soms is het wel lastig om je hele outfit nog een soort van daarop te kunnen matchen. Ja. De ijsvriend bijvoorbeeld, zou je dat zelf ook dragen? Ja, sowieso. Ik vind deze echt heel dood. Ja, ik vind het ook wel echt bij jou passen eigenlijk als ik zo naar jouw kledingstijl kijk. Yeah. En net wees je deze even aan. Wat vind je hier bijvoorbeeld nice aan? De colors also. En de shine. Sowieso, dit model is gewoon heel nice en vooral. Wat zijn zeg maar jouw top 3 sneakers als je er 3 moest opnoemen? Ik heb niet echt een top 3, to be honest. Top 1 misschien? Wat je echt je all-time favorite shoes? Ja, sowieso wel babe. Ja? Ja, ik heb er geen, maar... Maar je vindt ze gewoon heel nice. Ja, en als je bijvoorbeeld naar het buitenland gaat of je hebt een gig of zo, wat zijn dan jouw 3 essentials? Sowieso goede jeans, comfortable shoes. Ja. Ja, ik draag sowieso al sneakers. En lekker t-shirt. Ik zag deze al gelijk toen ik de winkel in ging. Gewoon deze color, super popping. Ja, deze ook wel vaak gekozen door de mensen die hiervoor op bezoek zijn geweest. Nice. Ja, omdat het, het valt gewoon gelijk op. En het is ook wel apart met dit in het midden natuurlijk. Ja, it's really dope. En als je zelf gaat winkelen, waar kijk je dan naar? Kleur, dat valt me wel gelijk op. En prints. Ik vind prints altijd wel chill. Als jij nog maar 1 merk zou mogen dragen, heel je leven lang, voor welk merk zou je dan kiezen en waarom? Oeh, dat is wel moeilijk. Ja? Ik heb geen idee eigenlijk. Als ik shop, dan let ik niet per se op merk. Nee. Maar maybe I would say babe. Ja. Also because I'm here now. Yeah. I'm still out of babe. En ja, deze is ook echt super dope. Ja, leuk. Heb je zelf wel eens in de rij gestaan voor een sneaker of een kledingstuk? No. Of nee, no, vind ik niet zo heel belangrijk. No. Nee. Ik had wel vrienden die het deden en ook echt daar sliepen en zo. Ja, je ziet een aantal Air Max'en staan. En ben je dan liever een Air Max 1 persoon of een 90? Air Max 1, ik heb thuis ook Air Max 1. Ja. Paris Edition. Het zou echt een comfortabele schoenen. Ja. Dus ja, en ze lopen ook, ze lopen super chill. Oké, het eerste paardje staat voor je klaar. Oké. Aha. Je hoeft niet per se het model te noemen als je het niet weet. Ik wil Nike. Lijkt er een klein beetje op. I don't know. Als je goed de stiksels misschien kan voelen van waar jij denkt dat het logo hoort te zitten. Als je goed de stiksels volgt, misschien. Oh. Nou. I don't know. I can't really feel. Het is een merk waar we het net even kort over hebben gehad. B? Ja. Oké. Low model babe. Het is de color is pink. Ja. Wish I could the next feel one. Color. Ik denk dat je deze wel kunt raden. Oké. Nike. Ja. High. Weet je ook welke Nike model? Je hebt het zelf
genoemd net, nog niet heel lang geleden. Een paardje dat je zelf ook in je collectie hebt waarschijnlijk. Jordan. Yes. Ja, die was op zich wel easy, toch? Ja, true. Deze denk ik dat je die ook wel moet weten. The last one. Aha. This is definitely fans. Yes. En de model? Is this sweaters? Het is een model waar je met je voet in principe in één keer in kunt. Oh ja, yeah. I don't know what's that called, maar ik snap wat je bedoelt. The slip on. Slip on. Yes. And the color is black. Nou, dat was hem. Ik vind dat je het toch wel goed hebt gedaan. Jouw laatste artwork van dit seizoen. Hmm. Kan je ons iets meer vertellen hierover? Ja. Ik zei eerst aan het begin, zei ik volgens mij, nee, dat zie je vanzelf. Mm-hmm. Dus wat zie je? Nou, ik zie dat er heel veel gebeurt. Zijn het mensen die ruzie hebben met elkaar? Of want er gebeurt links iets, er gebeurt rechts iets? Is het een soort van, lijkt op een soort van waterkanaal-achtig iets, klopt dat? Ja, het is de ballen eigenlijk. Oh, oké. Okay. Dus ja, het is nogal chaos buiten. Oh, vandaar ook hier dit raam natuurlijk. Yep. En ik zie hier een... Is dit een second culture? Nee, het is dichtbij. Komt okay. In de buurt. Komt beetje in de buurt. Een hintje. Ja. En wat gebeurt hier linksboven in de hoek? Dit is eigenlijk de fantasiewereld, weet je. Dus het is eigenlijk weer een soort artwork wat je zelf kunt bepalen. Ja, ik wilde de mayhem van de wallen laten zien, maar dan nog even een stapje verder gaan. En waarom heb je zeg maar gekozen voor deze kleuren? Gewoon de shop zit vol met kleuren, dus ik werd gewoon geïnspireerd door de shopping. Dus want wat voor materialen heb je gebruikt voor dit artwork? Dit is eigenlijk alleen een kriel, stift en verf. En ik zag je net ook met een airbrush. Ja, die heb ik nu bij me inderdaad. En daarmee doe ik de laatste lichtjes. Dat is, ik vind het fijn materiaal om lichtjes mee te doen. Ik ga nu de final touches doen. Ja. Ja. Pero sé que a ti te gusta, pero pensaba que tú lo podías controlar. Tengo mucho amor para dar, mucho calor, mucho fuego. Quiero ser el sol para que tú crezcas y cuando tienes frío, que mi fuego te calienta. Ajá, ajá, ey. Yo tengo fuego, mucho calor. Tú tienes miedo de mi corazón. Soy tan sola sin ti. Siempre quieres mi amor, pero cuando te lo doy, tú no me quieres a mí. Es demasiado intenso para ti. Cuidado que te quemas tus dedos sin tocarte. Solo uso mi cerebro. Insane in a brain, yeah. Insane in a brain, yeah, yeah. Fuego, fuego, está en mi elemento. Escribido en las estrellas y en el universo. Reina reencarnada, I was a lion, I'm still alive.
back to this human body. They asking me for a lighter, but I already told them that I got the fire. Elements around me, siento el fuego en ti. Yo tengo fuego, mucho calor. Helaas zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering. Het is alweer de laatste Creative Sessions van dit seizoen. Bedankt voor het komen in ieder geval. Yes. En ja, wat kunnen we nog meer van jou verwachten? Meer muziek, videoclips, on the way. Veel art aan het maken en verkopen. Heb je nog plannen voor het buitenland? Wil je nog ergens naartoe gaan? Ja, ik wil graag gaan reizen wanneer het kan. Naar Zuid-Amerika. Nice. Yeah. Yo, what's up? My name is Meru. I hope you liked my performance. If you want to hear more, follow me on Instagram, Meru Creates, or on Facebook, or wherever you want. I'm on all streaming stores. And big shout out to Pauper and Second Culture for inviting me. Make sure to check out the other videos. And yeah, peace, love. Voordat we dit seizoen afsluiten, heb ik nog één laatste verrassing voor jullie. De Amsterdamse poëet Hectis heeft de lange tijd al dingen op zijn hart liggen. Hij is vandaag hier met een boodschap aan alle mensen van alle kleuren. Nog een winter die ik heb doorstaan, alleen om de zon zien op te komen in isolatie. De warmte in de lente kunnen voelen en die de vrijheid die het met zich meebrengt kunnen proeven. Een nieuwe wereld is aan het bloeien, open tot gedachten die alleen nog maar uit liefde voortvloeien. Sociale verdeeldheid, eindelijk niet meer door een ander laten bemoeien. Er zijn veel vragen die naar boven komen. Mijn perspectief is in nieuwe paden bewogen. In een tijd met de overvloed aan informatie is onwetendheid een bewuste keuze. Zwart of wit, we horen elkaar te steunen. Zelfgecentreerd, nu gaat ieder voor zijn eigen geluk. In de straten hangt er angst in de lucht. De dagen lijken langer wanneer alles is gestopt. Wees bewust van hoeveel je al hebt opgekropt. We zijn allemaal koningen en koninginnen, goden en godinnen. Sta je stil bij alles wat we als mens hebben geschept. Bedacht door de mensheid is tijd maar een concept. Het is verwarrend wanneer je het beseft. Ben je bewust van waar je je bevindt? Een eenzame weg is waar je jezelf vindt. Wie ben je zonder alle externe invloeden? Heb je ooit gedacht over de levens voor jou en hoe zij hebben moeten bloeden? We kennen vele gezichten, maar is dat van onszelf wel herkenbaar? Diep van binnen zijn we allemaal kwetsbaar. De wereld neemt de rust van al het kapitalisme. Maar je moet je niet vergissen. We zijn allemaal met elkaar verbonden. Ik leer de lessen van zij die zichzelf verwonden. Normaal is het nooit geweest, nu is er geen weg meer terug. De wind die waait is net een diepe zucht. Een harde reset met de heldere blauwe lucht. Gefixeerd op de toekomst dat je vergeten in het nu te leven. Ik heb al een tijdje vrede met het verleden. Het is maar het begin, alleen scheiden hier onze wegen. Het is tijd om afscheid van het oude systeem te nemen. Het is tijd om in te zien hoeveel we al hebben en hoe weinig we eigenlijk nodig hebben. Thank you.